Ja, die nog. Moet nog komen, zeg maar. Want, ja, het is een beetje ongeloof. Maar ja, het is gewoon heel erg zonde. We hebben een half jaar voor gebouwd en nou, kunnen we er afbreken. Een zwarte dag in mijn leven. Hang op mijn carnaval. Ja, het kan niet anders. Dus we hadden een half jaar eraan gewerkt om vandaag rond te rijden. En als dat dan niet kan, ja, dan, dan valt er even iets in elkaar. De wagen aan het halen, want ja, we kunnen eventueel vandaag eens de afspraak maken. De rest heeft er maar geen zin in voor ons. Dus we gaan vandaag maar een leuk beestje willen maken. Dus tot zover het kan in ieder geval. 54 jaar. En het eerste van de optocht, het tweede bout. Hoe vaak meegemaakt dat hij niet doorging? Het is de eerste keer, want in 7 jaar was hij kapot geluid, maar toen hebben wij 10 de zondag gereden. Dus je wil eigenlijk sowieso door de straat rijden. Maar als je dan rondkijkt en je ziet wat er gebeurt als zoiets door de straat zou gaan, dan denk je. Beste Boemeloeners, afgelopen donderdag stonden we in de kerk met heel veel van jullie en iedereen achter mij. Toen heb ik gesproken, dat carnaval een prachtig feest is en carnaval is een feest met een lach en een traan. Nou, gelachen hebben we al en die tranen zijn ook gelaten. Want helaas, het kon echt niet anders, die optocht die kon niet doorgaan. Ik mocht gisteren bij de vergadering zijn van het bestuur met de A- en de B-clubs. Dat was een, ondanks het slecht nieuws, een heel mooi moment, want daar werd al heel veel respect aan elkaar toe uitgesproken. Het kon niet doorgaan, het kon echt niet doorgaan. Enorm balen, maar enorm veel respect dat we hier met elkaar staan. En één ding weet ik zeker. 1 jaar gaat het misschien niet door, maar carnaval en Boemelonk. En voor 1 jaar gaat de optocht niet door, want carnaval gaat gelukkig wel gewoon door. Maar die optocht in Boemelonk, die blijft de optocht van Boemelonk. Waar heel Breda super trots op is. Dank voor jullie inzet, dank voor jullie betrokkenheid. En laat zien dat carnaval en Boemelonk en carnaval is waar we met z'n allen kunnen gaan genieten. Dank u wel. Ik kom er niet door de week. Het is de dag, ik kan naar voren wachten. Zij de dag, dat u het hebt van vandaag. Ik weet precies wat we doen, echt kapot voor de voet. Precies wat we doen, echt kapot voor de voet. Want in de prima wil, dan krijg ik het weer. Gelukkig stel staat ik in de weg. Hartstikke fijn dat jullie het zo spontaan ontvangen. En ik kan uit
betrouwbaar hart vertellen dat het niks zo mooier is als een optocht meemaken. En als je al één jaar groot voor mag zijn en je hebt geen optocht, dat is heel erg zuur. Maar, hooguit, ik geef jou graag het woord, want ik denk dat jij een apentrotse hooguit bent en prins bent en een geweldige prins. En ik denk dat jij die mensen graag nog wat zegt. Ja, dan sta je daar met je mond vol tanden. Zeggen vanmorgen zaten we met die clubs bij elkaar. En toen werd wel zo wel iets gesproken. Van ja, dat zal wel zo zijn. Maar ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar wat ook zo fantastisch is in Boemerang is, ik heb twee kansen op een optocht. Ik heb gisteren namelijk een fantastische optocht mogen zien met Bo. En met Lotte, met mijn hele, hele lieve hofdames. Wij hebben, ja, ik geef het ook maar eens applaus, want die staan er ook maar zo bij. Ja. Ook zij vonden het vreselijk dat het vandaag niet doorging. Maar wij hebben gisteren wel op die prinswagen mogen staan. Wij hebben door Prins B mogen rijden. Wij hebben prijzen mogen uitreiken. We hebben hier achter het schot mogen zitten. We weten precies hoe dat nu gaat. Dus we hebben geen grote optocht gehad, dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar we hebben wel een kleine optocht gehad die ook in heel veel andere dorpen een hele grote optocht is. Dit gebaar vind ik echt fantastisch, echt heel mooi dat ik deze beker nu vast mag houden. Ik ga natuurlijk zorgen volgend jaar voor een cup teruggave. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar volgend jaar gaan we met z'n drieën, gaan wij die cup teruggeven aan de bak. Wordt vervolgens, zeg ik maar. Maak er echt een heel, heel groot feest van. Alleen zoals dat een Boemerang kan zijn. Dan zeg ik gewoon, leven de grote optocht, leven Boemerang!
Thank you.
Met speciale dank aan EPM Rental en Pijsman, die dit allemaal in een half dag hebben georganiseerd voor ons. Niet normaal. Nou, Niels, wij gaan een diepe buiging maken voor jullie allemaal, dat jullie hier allemaal wilden en konden zijn op deze een beetje treurige dag. We hebben er een mooie feest van gemaakt, denk wij. Dank jullie wel! En ik wil namens Zeven de Circus, wat was bij ons, ontzettend bedankt dat jullie deze afterparty, zoals we deze vandaag georganiseerd hebben, mogelijk hebben kunnen maken. En dat was nooit gelukt tot deze talrijke aanwezigheid van jullie, alle clubs, alle mensen, hartstikke bedankt. Het was echt een geweldige middag, uiteraard. Dank jullie wel. We gaan nu verder. Eén nummer nog. Dank jullie wel. We gaan nu verder. Naar alle cafés. Naar de foyer. Jullie waren geweldig. Merci. Beste boeren. Het spektakel is begonnen. Maar maken van voorbereidingen is eindelijk zover. Dit is een
nog niet. De stad van Amsterdam komt niet zo drukje. Als je toch niet slaapt en het is heel duur, dan blijf je de boel op onze cultuur. Het was niet de middag die we hebben gehoord, maar laten we hopen dat dit alles goed heeft gemaakt. Merci, tot de volgende keer.